Okay. Hey, ik ben Felicia Vleeuw. Ik ben chronisch ziek en biseksueel. Vandaar de YouTube-naam Chronisch Bi. En in deze vlog neem ik je weer mee in mijn leven. Zoals in iedere vlog je eigenlijk mee wordt genomen in iemands leven. Op dit moment sta ik te wachten op de bus naar Leiden Centraal. Want ik ga naar een bijeenkomst van Stem op een Vrouw. Er komen allemaal meiden bij elkaar die een soort van, ja, ik wil wel iets met politiek doen, maar wat wil ik met politiek doen en hoe zit dat? En nou ja, dat. Daar ga ik naartoe. Dat voel ik ingesteld om bij te zijn. Ik heb een tijdje geleden al weer opgegeven. Dus dat. En ik sta dus nu op de bus te wachten. Ik kom dus over 10 minuten. Because your girl is always earnest. Fuck. Ja. En ik geniet heel erg van dit stormachtige weer en alle blaadjes die vallen. En ja, ik weet niet, ik vind dat een heel mooi gezicht. Al die blaadjes die dan met al die winden zo uit de boom worden gevuurd. Ja, als ik dan ook nog een nummer van Crash op heb staan of zo. I'm driving a lonely road. En ja, dat soort nummers over traveling en dan lopen door die blaadjes die dan zo daar. Het is een soort videoclip gevoel, weet je wel. Oh. Ik heb net al avond gegeten om 3:30. Want het is pas. Dan moet ik even. 5:10. En ik zou koken vanavond. En ik had voorgesteld, joh, kan ik morgen koken? Maar nee, papa wilde per se dat ik vanavond ging koken. Dus ik heb gekookt. Is het? Zo, ik sta op het station weer te wachten tot ik de trein terugneem. Want ik vond het daar niet echt. Dus ik moet gaan filmen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me soms gewoon weer heel erg onzeker voelde. Dit gebeurt de laatste tijd wel vaker. Dus dat ik praatte wel veel en ik zei ook veel. En iedere keer daarna dacht ik, oh, misschien had ik dat niet moeten doen. Misschien had ik dat niet. En het is heel gek, want vroeger voelde ik dat niet zo. Dus ik ben nu aan het stress eten. Ja, man. Dit is mooi, hè. Stress eten. Hallo, ik zit op dit moment in de Laplace. Met een heel mooi uitzicht, samen met mama ook. We zijn vandaag langs Portaal geweest om urgentie aan te vragen. Langs Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Stichting Huisvesting Werkende Jongeren kan ik helaas niet terecht. Daar baal ik wel heel erg van. Wij spreken als ik in dezelfde situatie had gezeten een jaar geleden, had ik wel terecht gekund. Dus dat is gewoon een beetje frustrerend en naar. En aanstaande vrijdag moet ik bellen met Portaal voor mijn urgentieverklaring. Maar ik was na de afwijzing bij Stichting Huisvesting Werkende Jongeren het gewoon even zat. Ik moest tuilen, ik heb tegen mijn fiets aangeschopt. Dus ja, ik was gewoon heel erg gefrustreerd. Dus ik ben heel even met mama wat gaan drinken. Heel even rust en heel even, ja, wat gegeten. Maar dit was ook gelijk mijn lunch. Ik ga nu voor de rest niks eten tot het avondeten. En ook gelijk mijn toetje en ook gelijk mijn ontbijt vanmorgen. Nee, het was wel lekker en ik heb nu weer even wat rust gevonden. Ja. Nou ja, je kan wel zien aan mijn wallen hoe het gaat. Het is bij mij altijd met onze hele familie eigenlijk wel een teken om hoe het gaat. Die was er dus vannacht uitgevallen, ja. Dus ik ben naar de stad geweest om een nieuwe te kopen. Ik was hem kwijt. En vervolgens kreeg ik hem mezelf niet in, dus moest ik ook nog eens naar mijn moeder lopen. En op dit moment loop ik in de H&M, omdat ik echt twee truien heb die ik daadwerkelijk aantrek en de rest niet. En als het zo koud blijft als nu, heb ik meer truien nodig. Ook gewoon in huis. Oh, en net draaide ze hier hele Kyoko. Dat vond ik wel echt heel tof. That's being Jesus. That's being Jesus. Ik sta aan het kijken of de planten echt zijn. Punt is, ik zie heel veel leuke broeken de hele tijd. Maar weinig leuke tops. Dus ik heb veel broeken, weinig tops. Deze broek, die nu aan bij de Primark is trouwens alweer te groot. Die blijft in mijn reet afzakken. So that's great. That's great. Hey Google, alles aan! Weeg het niet met hem naar huis. Vanavond breng ik je naar huis. Ik moet het even laten weten.
Het is heel kut dat ik, als ik film, dat het dan mijn muziek stopt. Dat was ik even vergeten. Moet het aan je laten weten? Hij staat jou niet, ik sta je beter. Hey. Mijn vriendje. Ja, je bent maar een dikke vriend. Nee, je gaat niet met hem naar huis. Ik breng je vanavond thuis. Ik moet het aan je laten weten. Hij staat jou niet, ik sta jou beter. Ik sta jou beter. Hi! Oh my god, jongens. Mijn pakketje van Beauty Bay is ook binnen. Dit moet ik dus nog betalen. Daarvoor heb ik geld opzij gezet. en weet je wat hierin zit? De Jeffree Star X Shane Dawson palette! I treated myself, y'all. Oh my god, I needed this. En ook allemaal Jeffree Star lipsticks. Er zit foundations in die ik wilde proberen. I treated myself, y'all. I needed a win. Hi. Nou, is dat leuk, Pepper? Sorry voor de televisie. Is dat lekker? Een beetje rauw rundvlees. Zo, de laatste keer dat jullie mij zagen is alweer een tijdje geleden. Dit wordt een vlog van 2 weken, omdat ik de afgelopen week gewoon echt niet lekker in mijn vel zat. Op dit moment ben ik bezig met het maken van kruidnoten, of in ieder geval koekjes van kruidnotendeeg. Dat deeg hebben we gekocht bij de Jumbo, dat was in de uitverkoop. En daar heb ik deze vormpjes van gemaakt. En ik besefte me eigenlijk net pas dat het een klein beetje op penissen lijkt, deze vorm. Maar dat kan ook gewoon aan mijn hoofd liggen. De eerste lading zit inmiddels in de oven. Hi. Ik kan hem wel even heel kort laten zien. Hoe leuk is hij? Oh ja, wacht even. Woehoe. En de volgende lading ligt dus al klaar. Die ga ik straks ook in de oven gooien. Ik weet dat we 2 ovens hebben, maar we hebben maar 1 bakblik. Zet. Dus ik wacht al gewoon tot die klaar is. En dan gooi ik het daarop. Ondertussen ben ik Outlander aan het kijken. Ik ben inmiddels al bij seizoen 4. Dat is het laatste seizoen wat uit is. Weerte. Jij onderschat mij. Jij dacht dat ik 3 weken bezig zou zijn. Today marks a week. Ja, tot June. Ik weet niet of dit misschien te dichtbij is trouwens. Hi. Ik moet nog even uitvogelen hoe ik... dit ding wil gebruiken. En Oké. Ik ga verder. Kijk hoe schattig, mensen. Eerst toch lachen. Nou. IJsberen zijn niet zo zacht. Hè? Ze zijn eerder scherp en boos. Hé, man. Ik denk niet dat ijsberen zacht zijn, jij? Ja, nou ja, ik heb ze nog nooit geaaid, dus ik weet het niet. Maar denk je dat je überhaupt een ijsbeer kan aaien? Ik denk niet dat dat een heel slim plan is, namelijk. Nee. Hè? Kant-en-klare kerstbomen. Nou, meid, als je lui bent. Kijk nou, mensen. De vrouwelijke variant van de broertjes. Ach. Maar deze kan ik helemaal niet gaan koppelen, want dan krijgen we gerbilbaby's en dat willen we niet.
12. Het seizoen mag, dus ik moet de vlog afsluiten. Ik praat heel zachtjes. Ik denk niet dat ik hem morgen kan editen. Morgen ga ik naar mijn oma en mijn tante en neefjes. Daar heb ik super veel zin in. Afgelopen weekend was wel heel leuk. En ik denk dat morgen gewoon zo'n extra plusje wordt daarvoor. Ik heb inmiddels mijn kerstboom nog staan. Nog niet versierd, want ik wil nog versieringen kopen. Als je me op Instagram volgt, zit met afgelopen maandag. Gisteren. Voorbij zien komen. En als je het hebt, kun je nog zien. November was een emotional rollercoaster. En ik had een heel hoog weekend. Een top weekend. Daarvan ook niet alles op gefilmd. Omdat ik ook gewoon even dat goede weekend nodig had. Zaten we gewoon lekker met vriendinnen geweest. Echt gewoon heel even. Geen telefoon, niks. Gewoon eventjes, you know, us time. En vrijdag ben ik dus met vriendin geweest en zaterdag ben ik naar Roxanne geweest weer. Gewoon gedaan dat ik daar echt gelukkig van word. En Roxanne gewoon een schat van een vrouw die een topwijf is. En stond gewoon in een sport-BH of in een bikini. I don't even know. Mensen op internet zeiden, oh mijn god, Roxanne Hazen staat in ondergoed op podium. Like, calm down. Calm your fucking tits down. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Wat heb ik nog meer gedaan de afgelopen weken? Ik heb geen idee. En dat ga ik zien als ik de vlog ga editen. Ik hoop dat je de vlog leuk vond om naar te kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om te hoog blijven van iedere video die ik post. Vergeet me ook niet te volgen op social media. Ik zit op Twitter en op Instagram vooral. Dat zal ik hier ergens neerzetten. Hier, ik weet niet zo goed hoeveel ik in beeld ben. Maar ik weet dat ik in beeld ben. En ik heb tegenwoordig ook TikTok. Maar ik heb er nog niks op gepost. Ik ben alleen maar een filmpje aan het kijken van knappe meiden en knappe guys. Ja. Yeah. Thirsty. maar mocht ik daar wat op gaan doen, dan hoor je het. Dat is ook gewoon het verliesje van jou. En dan hoop ik jullie gewoon de volgende keer weer te zien. Bye bye.